Gisteren werd Rocket League gespeeld in de eerste qualifier van het Nederlands kampioenschap Allround Gaming. En oh, wat was het niveau Allround? Van flip resets naar Musty Flix. Maar kijk dit. Wat? Ja. Ongelooflijk. Tot dit. Nee! Het is Jay van Noord die een aerial doet. En van mega-reddingen naar top-counters. Maar het is Tyson die net weet te blokken. Nu zelf met de counter. Heel veel snelheid in de bal. En dat is niet meer te stoppen. Tot teleurgestelde deelnemers. Kijk, Oost-West thuis best. In dit geval niet. Want je verliest 8-0. De beste twee spelers kwalificeerden zich al voor de finale en wonnen lekkere prijzen. En de hele top 100 krijgt kwalificatiepunten. Over 2 weken zijn er weer punten te verdienen in de Fall Guys kwalificatieronde. Je kunt het klassement bekijken en je al aanmelden voor de Fall Guys qualifier op pu.nl/nk. Want het kan nog hoor, je kunt Nederlands kampioen worden. De media blaast het op. De media blaast het op en je kan ook even nadenken voor je iets zegt.